Studenten van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIVIS, hebben vandaag een gastcollege gehad over gelijkheid op de werkvloer. Glenn Pirou, onderdirecteur juridische en internationale zaken, verzorgde het college. Hij vindt dat studenten op de hoogte moeten zijn van de verschillende wetten die gelden in ons land als het komt op discriminatie en seksuele oriëntatie op de werkvloer. Pirou benadrukte dat niemand gediscrimineerd mag worden en dat er sprake moet zijn van gelijkwaardige behandeling vanaf het sollicitatiegesprek tot het moment van ontslag of pensioen. In het hele traject is er bescherming tegen discriminatie. En er staat in die wet, dat lezen we dan, verbod van de werkgever, WG staat voor werkgever, om onderscheid te maken. Dus discriminatie wordt in de wet genoemd onderscheid. Verbod om onderscheid te maken op basis van onder andere seksuele geaardheid, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ja, werkgevers mogen geen onderscheid maken, dus discrimineren op basis van seksuele geaardheid, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Zo staat het in de wet. Pirou zei ook dat geen enkele werknemer gediscrimineerd mag worden wanneer de verdere ontwikkeling van het personeel ter hand wordt genomen. Daarnaast wijst hij ook erop dat de arbeidsvoorwaarden gelijk moeten zijn. Loon moet gelijk zijn, de voorzieningen moeten gelijk zijn. Dus ook daar moet er geen discriminatie zijn. In de arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden moeten veilig zijn, aangenaam zijn voor iedereen. Toch? Dus iedereen moet met plezier naar het werk kunnen gaan. Ongeacht je seksuele geaardheid, zoals de wet aangeeft, seksuele oriëntatie en je genderidentiteit. Ja? Bij bevorderingen moet er ook geen discriminatie zijn. Want omdat die zo is, dan ga ik hem liever niet in een leidinggevende positie zetten. Ja, dat is een discriminatie verboden bij wet. En bij ontslaan, bij ontslag. Personen moeten niet op basis van seksuele geaardheid of een genderidentiteit worden ontslagen. Niet. Het gastcollege aan studenten van CIVIS is onderdeel van het Stand With Us programma, georganiseerd door Projecta en Parea. Dit programma is opgemaakt in verband met de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie, interseksofobie en transfobie. Op deze manier willen de organisaties het belang van inclusiviteit benadrukken en aandacht vragen voor LGBTQ+ mensenrechten.